Wij als Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn een nieuwe weg ingeslagen. Autoriteit, dat willen we uitdragen. In visie en uitvoering van ons dagelijks werk. Risicogericht en kennisgedreven. Met protocollen verbeteren we de kwaliteit van ons werk en weten bedrijven waar ze aan toe zijn. Wij worden wel serieuzer genomen, vind ik, omdat wij gestructureerder werken. En daardoor is het bedrijf ook gedwongen om structureerder te werken. En zodra wij overtredingen constateren, zijn ze zeker van dat wij consequent handhavend optreden. En dat levert wel resultaat op. Het voordeel van de operationele inspectielijst is dat wij op landelijk niveau met de uniforme lijsten werken. En in die lijsten is niet alleen de structuur van de controle vastgelegd, maar ook de manier van handhaving is nu op alle bedrijven hetzelfde. Toen deze nieuwe manier van werken een half jaar geleden ingevoerd wordt, moesten wij alle aan deze nieuwe manier wennen. Maar inmiddels vindt iedereen voordelig dat we op een gestructureerdere manier werken. Veranderen is niet altijd makkelijk. Sommige experimenten werden de afgelopen tijd stopgezet of liepen vertraging op. Maar het verbeterplan wordt breed gedragen en zonder wrijving geen glans. Piloten en chirurgen werken niet voor niets met vaste protocollen en geavanceerde ICT-systemen. Goed gebruik van gegevens is essentieel om goed te sturen. Dat geldt ook voor de MVWA. Uniform werken en uniform vastleggen is erg van belang. Ik kan me voorstellen dat het best veel tijd kost en veel energie kost om veel van je gegevens vast te leggen. Maar het is van belang voor later, hè, wanneer je het weer wilt gaan gebruiken. Op de korte termijn denk je veel werk en op de lange termijn geeft het weer inzichten. Inzichten in de sector, wie handelt met wie, wat kun je daaruit concluderen? Die verandering is dat we gaan meer echt risicogericht handhaven. En wat je merkt is dat het sneller is, doelgerichter. En we kunnen sneller werken en dat is ook nodig. En de effecten zijn al zichtbaar. Een betere risicoselectie bijvoorbeeld. In 2014 zijn in de horeca 13% meer boetes uitgeschreven, terwijl we hooguit 5% meer inspecteurs erbij hadden. Ook de meldingen uit de meldkamer en de signalen die we oppikken uit social media helpen daarbij. Bij het klantcontactcentrum zijn we efficiënter gaan werken, onder andere door het nieuw verkort vragenformulier op de website. Hier kan de burger of bedrijf kunnen een vraag via de website stellen. En dan kiezen ze welke categorie de vraag over gaat. En dan klapt er tussentijds informatie uit en soms wordt dan de vraag al beantwoord. Dus dit is een daling in de binnenkomende vragen. Door data handig te combineren en grondig te analyseren, weten we beter waar de risico's zitten. De visserijsector is daar bijvoorbeeld al heel ver in. De pakkans binnen de visserij die vergroot ik door echt risicogericht bezig te zijn. Dus we hebben een systeem, de SAS Enterprise. Die haalt het allerlei deelsystemen, haalt die informatie vandaan. Daar worden punten aangegeven. En schepen met de meeste punten komen bovenaan. Als die inspecteurs die lijst meenemen en zeggen van nou, die schepen als die binnenkomen, die moeten we hebben. Dan kun je echt risicogericht werken, want ze weten met het VMS-systeem, het vessel monitoring systeem, weten ze welke schepen onderweg zijn naar een haven. Met minder mensen kun je veel doelgerichter werken. Voor elk van de 23 NVWA-toezichtsdomeinen wordt een slimme, risicogerichte werkwijze gemaakt. Op basis van analyses van de risico's die binnen de hele keten spelen. Productveiligheids- en voedselveiligheidsrisico's, maar ook risico's die het niet naleven van de diervelzijns-, milieu-, plant- en natuurwetten met zich meebrengen. Branches hebben ook hun eigen controlesystemen en keurmerken. Die zelfsturing maakt ons werk gemakkelijker. Ons toezicht blijft gericht op het verhogen van de naleving. Daar is niet altijd een boete met een hoge sanctie voor nodig. Als onwetendheid een rol speelt, kan het sturen van een opvallende brief veel effectiever zijn. In de varkenshouderij werken we nu aan terugdringing van gebruik van koper in diervoeder. Ja, dus er worden monsters genomen van drinkwater, van voer en van mest van de varkens die ouder zijn dan 12 weken. Omdat de specifieke regelgeving gaat over koper en zink voor dieren tot of na 12 weken leeftijd. Voor wat betreft het project koper en zink is de methode die nu wordt toegepast is dat ze zijn geïnformeerd door een brief
De website van de NVWA heeft informatie verstrekt. De diervoederindustrie is geïnformeerd. De dierenartsen zijn geïnformeerd over de controles die op handen zijn. Tijdens de controle wordt door middel van een effectmeting en in contact met de varkenshouder bekeken van nou, wat heeft jij nou bereikt? Welke informatie heeft jij nou bereikt? En heeft je toen besluiten om in jouw bedrijfsvoering veranderen toe te passen? Wat is nou het meest effectieve middel geweest? We ontvangen als NVWA honderden WOP-verzoeken per jaar. De samenleving vraagt om meer transparantie. Maar namen van bedrijven die zich niet aan de regels houden, mogen niet zomaar worden genoemd. Toch bereidt de NVWA zich erop voor dat gegevens uiteindelijk openbaar worden. Dat vergt het nodige van de inspecteurs en van de systemen. Zorgvuldigheid staat voorop. Vooraf hebben we aan het bedrijfsleven kenbaar gemaakt wat we gingen onderzoeken. En ook bij het tot stand komen van het onderzoekspakket hebben zij daar inzage in gehad. Hierdoor wisten zij van tevoren waar de NVWA aan ging beginnen, waar zij naartoe wilden werken. Uiteindelijk publicatie van de resultaten met naam en toenaam van goede en foute producten. Voorheen werd er wel eens gezegd, dit product is onveilig, maar verder mochten we niks noemen. Waardoor bij het klantcontactcentrum de telefoon rood gloeiend stond met ik heb dit product in huis, is dit ook onveilig? Ja, en daar konden we helemaal geen antwoord op geven. De resultaten die hebben we gepubliceerd op de website van de NVWA. Iedere consument kon kijken welk product hij eventueel interesse had om daar de resultaten van te bekijken. En om in te schatten of dat product een gevaar voor zijn kind zou op kunnen leveren. Aan de voorkant zit heel veel werk, hè? Dus een heel webdossier voor gemaakt. En de merknamen worden genoemd. Maar daardoor krijgen we bij het klantcontactcentrum bijna geen vragen binnen. Aan de telefoon zeer weinig en per mail volgens mij maar één. Dus dat is zeker een verbetering. Wij als NVWA moeten en willen veranderen. Een gezaghebbende toezichthouder opereert transparant. Beschikt over veel kennis en goede ICT-ondersteuning om risico's op tijd te kunnen signaleren en adequaat op te treden. De ICT heeft een hele grote rol bij de interventiestrategie natuurlijk, want om die systemen te koppelen, bijvoorbeeld voor die zeecontroles, dan willen wij ook graag systemen van andere diensten gebruiken. En niet alleen interne diensten zoals bij de aanlandingscontroles. Dus het is heel belangrijk dat de ICT goed samenwerkt met ons en dat ze het systeem zo bouwen dat we daar makkelijk mee kunnen werken. Wat doen we dan met die informatie? We willen die informatie koppelen aan elkaar, visualiseren, zodat je mooie inzichten krijgt. We zien ook waar zijn dan de fraudes en waar vindt dat plaats. Dat proberen we te delen met toezicht, zodat zij op een betere manier kennisgedreven en toezicht, risicogericht toezicht kunnen gaan houden. Het invullen van de dagelijkse bevindingen in M-SPIN duurt ongeveer een half uur. Het grote voordeel is van M-SPIN dat je ook rechtstreeks naar historische bevindingen kan kijken die van tevoren op het bedrijf gebeurd zijn. Veel collega's hebben al belangrijke stappen gezet. Sommigen merken nog niet veel van de veranderingen. Het is een proces van lange adem. Met elkaar werken we hier hard aan, ook in 2016, om ons werk nog beter en met meer gezag te kunnen doen. ICT en protocollen gaan daar niet alleen voor zorgen, die ondersteunen. Wij, collega's, maken de NVWA. Samen kunnen we van de NVWA een moderne en gezaghebbende toezichthouder maken, zoals publiek en politiek van ons verwachten. Dat vertrouwen maken we waar. Van de schets naar werkelijkheid.